Zondagmiddag 3:30, 20 september. De start van een nieuw voetbalseizoen. Het afgelopen seizoen was beëindigd vanwege de corona. Vandaag speelt Venray thuis tegen Severmond. Beide teams baalden natuurlijk van het vroegtijdig beëindigen, want Severmond was koploper en Venray leidde in de stand om de tweede periodetitel. Trainer Frans Koenen begint aan zijn derde seizoen in Venray. Hij heeft een aantal nieuwe namen gekregen. En daarvan start vandaag Arjan Arts op doel. Voor hem staan in de verdediging Janne Peters, Stefan Dijk, Robert Willemsen en Roel Cornelissen. Het middenveld vormen Bram Kersten, Stijn Brinkman, Jesse Romme en Stan Kersten. En vanmiddag moeten voor de doelpunten gaan zorgen Niek Verstegen en Koen Verlinden. Ook bij Severmond een trainer die al enkele jaren voor de groep staat, Jan van Dijk. Hij komt met de volgende elf. Twan Roeks op doel. Dan Bast in spel, Adnan Islamovic, Sven Meijers en Noach van Dijk. Het middenveld zijn dus volgende vier. Daniel Meijer, Melvin Zende, Kevin Zende en Brian Jacobs. En in de voorhoede staan Eloy Cox en Leroy Eerlingen. In de voorgaande twee edities wist Severmond telkens met de punten huiswaarts te keren. Zou het deze middag anders verlopen? Stijn Brinkman draait hier slim weg van zijn tegenstander. Koen Verlinde met een goede bal op Niek Verstegen. En aanvallend legt de aanvaller de bal na een klein kwartier al in het netje achter doelman Roeks. Enkele minuten later is het Janne Peters die kan opkomen en een goede diepe bal op Verstegen heeft. Die gaat op snelheid en de bal gaat langs de doelman, maar helaas ook aan de verkeerde kant van de paal. Een vroege verdubbeling van de score blijft hierdoor uit. Sven Meijers speelt Daniel Meijer in. Stefan Dijk haakt hem in de 16 en de bal gaat op de stip. Een terechte beslissing van de arbiter en de verdediger van Venray ontvangt ook nog de gele kaart. Daniel Meijer, afgelopen seizoen in Venray goed voor 3 doelpunten, gaat zelf achter de bal staan. En hij stuurt Arjan Arts de verkeerde kant op. De stand is na 21 minuten 1-1. De stand gewonnen 1-1, doelpunt te maken met nummer 4, Daniel Meijer. Ja. Een kleine 10 minuten later een inworp van Severmond. Robert Willemsen krijgt de bal niet goed weg en dan zit Stan Kersten met een overtreding. Het lijkt erop dat de bal buiten de 16 is en de speler er binnen ter val komt. Arbiter Telen staat er echter goed op en is resoluut. Hij wijst ook nu naar de stip. Een tweede strafschop voor de bezoekers. Vol vertrouwen na het benutten van de eerste strafschop gaat Daniel Meijer ook nu achter de bal staan. Arjan Arts gaat naar de andere hoek, maar Meijer plaatst de bal volledig door het midden en brengt Severmond op een 1-2 voorsprong. Cornelissen met een bal vooruit. Jesse Romme en Robert Willemsen zetten goed door. Stan Kerstek heeft de bal en hij stuurt Niek Verstegen weg. Geen buitenspel. De aanvaller brengt Venray weer naast Severmond. En dat binnen nog in 5 minuten naar de 1-2. Nu is het dus 2-2. Hoeveel treffers gaat het publiek vanmiddag nog zien? Het volgende gevaar komt weer van Venray. Roel Cornelissen schat de loopactie van Stan Kersten op waarde in. Kersten zijn inzet verdwijnt echter naast het doel. Een zeer balvaste goede actie van Janne Peters. Hij heeft Koen Verlinde de bal bezorgd en die stuurt Niek Verstegen weer de aanval in. Hij wordt licht gehinderd en zijn schot gaat naast. Op slag van rug springt hij Venray bijna weer op voorsprong.
Severmond blijft in balbezit en via enkele korte combinaties weten zij in de aanval te gaan. Ze staan zelfs in overtal en de speler met balbezit bouwt het overzicht. Hij legt hem breed op Elon Cox. Cox controleert de bal en schiet hem dan onhoudbaar in het doel. 5 minuten na rust staat Van Rij weer tegen een achterstand aan te kijken en kan het opnieuw in de achtervolging. De bal vanuit de achterhoede van Van Rij. Het is Jesse Romme met de bal naar Nick Verstegen. Die gaat de combinatie aan met Stan Kirsten. Het lijkt op een overtreding, maar de arbiter laat in ieder geval doorspelen. En dat stelt Nick Verstegen in staat om zijn 3e van de middag te maken. En legt de bal keurig in het netje. Met nog een half uur op de klok staat de stand weer gelijk, 3-3. Bij deze hoekschop van Severmond komt Van Rij in balbezit en Nick Verstegen is er mee weg. De afstand naar het doel is nog ver. Invaller Bram Vivermans is ook meegesprint en Verstegen heeft oog voor zijn medespeler. Vivermans omspeelt vervolgens zijn tegenstander. De inzet van de invaller gaat echter net naast. Stan Kersen ziet dat linksback Roel Cornelissen opkomt. Een overtreding van Kevin Zende. Invaller Rick Eremeers wil dan snel de bal pakken om de vrije trap te nemen. Hij komt daarbij in contact met Zende. Arbiter Telen heeft iets gezien wat daar niet netjes zou zijn en hij toont Kevin Zende een rode kaart. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd moeten de bezoekers met 10 man verder. Zou Van Rij deze overtalsituatie weten uit te buiten? Hierna is het eerste gevaar echter voor de bezoekers. Stan Kersen zijn paas is niet nauwkeurig genoeg en Severmond kan vol in de aanval gaan. Een overtalsituatie. Maar gelukkig voor Van Rij spelen de bezoekers dit niet zo goed uit. Met zijn 3 treffers is Nick Verstegen duidelijk een plaaggeest voor de verdediging van Severmond deze middag. Met zijn vingertoppen tikt doelman Roeks deze mogelijkheid voor de aanvaller echter net naast. Van Rij mag nog een hoekschop gaan nemen. We zitten inmiddels in blessuretijd. De toegekende hoekschop bereikt de vrijgelaten Bram Vivermans. Hij neemt de bal aan en dan vervolgens neemt hij hem vol op de slof. Haast preciezer kan de bal niet in de kruising. Een doelpunt van hoge schoonheid. En Van Rij komt zo in blessuretijd op 4-3. Nadat Nick Verstegen bijna nog 5-3 op het scorebord zet, vindt arbiter Telen het genoeg. En kan Van Rij feest vieren met de eerste 3 punten van het seizoen. Een terechte overwinning vanmiddag op de bezoekers uit Kerkrade. Ja, geweldig natuurlijk. Het is natuurlijk, dit wil je gewoon als eerste wedstrijd tegen toch een goede ploeg, Severmond. En uiteindelijk gewoon met 4-3 winnen door een wereldgoal van Bram. Dus dat is fantastisch natuurlijk. Zo wil je gewoon... Zo wil ik gewoon van start gaan. Want eigenlijk zit het de hele wedstrijd, Van Rij, zit het er zeker in dat jullie de wedstrijd over de streep gaan trekken. Mm-hmm. Maar toch kom je dan achter eerst voor, dan achter en dan weer achter. En... Ja, eigenlijk de eerste helft is er helemaal niks aan de hand. Hun creëren eigenlijk heel weinig kansen. Wij zijn aan de bal, waar we vaak goed in de counter kwamen er gevaarlijk uit.
maken we eigenlijk gewoon goede goals. En dan is het gewoon zonde dat je twee strafschoppen natuurlijk tegenkrijgt. Want voor de rest creëren we niet heel veel eigenlijk. Hoe is je eerste weken bevallen bij Venray? Ja, goed, zeker goed. Valt allemaal goed. Leuke groep, goede groep. Dus kijk er naar uit. Je kent al een paar jongens. Ja, Jano en Jesse ken ik al van een verleden bij JVC. Dus vanuit hun eigenlijk ook een beetje in contact gekomen hier. En zo is het balletje een beetje gerollen. Wat is er anders? Ik denk dat gewoon het grote verschil is dat we gewoon weer weten dat we een nieuwe frisse start kunnen maken. Daar was ik de laatste maand natuurlijk niet bij, was ik weg in Kopenhagen. Maar ik heb er natuurlijk ook meegekregen dat we toen lekker aan het voetballen waren, dat we ons hebben herpakt. En die lijn die willen we nou gewoon doortrekken. We hebben best wel een prima voorbereiding gedraaid. En het was gewoon belangrijk dat we vandaag gewoon weer dat zouden laten zien in die eerste wedstrijd tegen Chevremont. En dat hebben we nu gedaan. Wat er voor de rest echt veranderd is, zou ik eigenlijk niet echt weten. We weten gewoon dat we gewoon een goede ploeg hebben die goed kunnen voetballen. En die af en toe ook gewoon, wanneer het even niet mee zit, makkelijk. Moeten we gewoon zakelijker zijn. En dat proberen we gewoon dit seizoen echt beter te doen. Zakelijker in het spel, zakelijker in het koppie en gewoon als team. Ik denk dat ons veldspel goed was, goed genoeg. Dus dat we op zo'n moment een overtreding nodig hadden om op tijd te zijn of om even de rust te pakken. Als je de wedstrijd van vandaag helemaal analyseert, dat gaan jullie nog doen. Maar hoe zou je de verbeterpunten benoemen? Ik denk dat we tevreden mogen zijn. Voetballend was het goed. Ik denk het verbeterpunt is het vooral in het omschakelen gedeelte. En om gewoon de hele wedstrijd 90 minuten lang op volle concentratie te blijven. Dat je niet het moment hebt dat je af en toe wegzakt. Maar dat goed eerste wedstrijd, dus dat komt gaande seizoen zeker goed. Volgende week op naar Venlo Boys wordt weer een kraker. Ja, weer een mooi potje inderdaad. Dus ik ben benieuwd, maar ik denk dat wij een goede groep hebben. Dus ik heb er vertrouwen in.